The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. And trembles at his voice, and trembles at his voice. De dagteksten voor woensdag 27 september 2023. Psalm 95, vers 4. God houdt in zijn hand de diepten der aarde, de toppen van de bergen behoren hem toe. God houdt in zijn hand de diepten der aarde, de toppen van de bergen behoren hem toe. Psalm 95, vers 4. Het leerwoord is gehaald uit Openbaringen 14, vers 7. Aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Openbaringen 14, vers 7. Koning der koningen en Heer der heren, wij komen vrolijk zingend zoals iedere dag voor uw aangezicht. We willen juichen voor de rots van ons heil. We gaan uw poorten binnen met een lofzang, omdat wij u van gezicht tot gezicht willen ontmoeten. Hemelse Vader, u die de diepste plaatsen van de aarde en de hoogste toppen van bergen in uw hand heeft. De zee en alles wat u gemaakt heeft in uw handen houdt, houdt ook ons in uw machtige handen. En zo komen wij neerbuigen, knielen voor uw troon van genade. We nemen uw schepping mee. Niet alleen onze kinderen, onze gezinnen, onze families, vrienden en collega's, maar een ieder die u de gave gegeven heeft om te ontwerpen, om te ontwikkelen, om te leven en om te bestaan in uw glorie. En als wij uw stem horen, dan willen we onze harten openen, zoals u klopt op de deuren van onze harten. Wij doen ze wijd open voor de koning van onze heil. We danken u dat wij bij u mogen komen en willen u zeggen wat voor een eer het is dat wij zo'n geweldige Vader hebben. U die uw levend water doet ontspringen in ons, omdat die bron van het leven en het levend water in u is. Zo geven wij u een ieder die in nood zit, die verdrietig is, die pas een ander ten grave gedragen heeft, die niet weet hoe ze verder moeten, die lam geslagen zijn door elke omstandigheid in het leven. Wij geven u ook de zwervers. Wij geven u ook degene die dakloos zijn, die zich afvragen hoe moet ik mijn schulden betalen? Hoe moet ik verder zonder mijn gezin? Hoe moet ik verder nu mijn gezin uit elkaar geslagen is? Hoe doe ik als er geen brood op de planken komt? Zo komen we bij u, ook met de ouderen. Zo komen wij met degene bij u die elke dag uitdagingen hebben om uit bed te komen of om voort te gaan. Bij u is iedereen geborgen. Dank u, Vader, dat we ook de jarigen, de vierenden, wat het ook is dat men viert, we geven ze aan u. We geven u ons al en we vragen u om over te nemen en ons te leiden op uw pad van licht, van liefde. Laten we het zout der aarde zijn en het licht van de wereld. Geloofd en geprezen zij u daarvoor. In de naam van koning Jezus. Amen, ja, amen. How great is our